In naam van de Vader, Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij de derde aflevering van het programma Reis naar de geboorte van Jezus. In de vorige twee afleveringen hebben we al heel mooi kunnen horen over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus, onze Heer. Zijn we dus nu aangekomen bij het moment dat de maagd Maria naar Elisabeth gaat. Want Elisabeth was natuurlijk ook zwanger, dus we zijn nu bij het moment aangekomen dat de zwangere maagd Maria aankomt bij de zwangere Elisabeth. Het verhaal, zoals het omschreven is in Lucas 1, van vers 39 tot 57, gaat als volgt. Maria heeft al te horen gekregen dat ze zwanger zou raken van een kind en heeft daarnaast ook gelijk te horen gekregen dat haar nicht Elisabeth, een oudere vrouw, ook zwanger is. Maria besloot toen gelijk haar te gaan dienen, dus ging naar haar huis toe en vervolgens lezen we ook een klein stukje van de lofzang van Maria. Gaan we daar dieper op in, beginnen we bij het begin, bij Lucas 1, 39. En daar staat, in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar de stad van Juda. We moeten even realiseren dat Maria hier net een enorm groot bericht heeft ontvangen van de engel Gabriel. Ze heeft net te horen gekregen dat zij zwanger zou raken van Jezus Christus zelf. En we moeten ons realiseren dat zij als zwangere vrouw haastig reisde naar het bergland. Eigenlijk wat we altijd horen is dat zwangere vrouwen rustig de zwangerschapperiode moeten uitzitten. Maar de maagd Maria besloot dat anders te doen. Die besloot haar nicht Elisabeth te gaan dienen. En we lezen ook, als we dit stukje goed lezen, dan beseffen wij ons dat dat haar enige doel ook was. Zij reisde haastig. Zij was snel op weg naar haar nicht Elisabeth. Dus het enige doel wat zij voor ogen had, is er om voor Elisabeth te zijn. En we zien ook naar het bergland. In het stukje naar het bergland houdt in dat er op de weg best wel veel bergen waren. Bergen en heuvels en obstakels. En dat zijn ook dingen die wij in het dienen kunnen vinden. En dat zijn ook dingen die wij in het dienen kunnen ervaren. Wij kunnen af en toe obstakels tegenkomen. We kunnen bergen of heuvels voor ons hebben, maar dat moet ons niet weerhouden van het dienen. We moeten ons doel houden op het dienen en alles doen om daar haastig naartoe te kunnen gaan. Ondanks alle obstakels, ondanks alle moeilijkheden, moet dus geen reden zijn voor ons om te stoppen. Vervolgens, een paar verzen verder, lezen wij in Lucas 1, 41. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest. En dat is nou precies het effect van God in je leven hebben. Als wij God in ons hart hebben, dan kunnen andere mensen om ons heen vreugde ervaren. Kunnen andere mensen rust ervaren en zelfs dat zij vervuld raken met de Heilige Geest. De aanwezigheid van God in de buik van de maagd Maria zorgde ervoor dat het kindje Johannes opsprong in de buik van Elisabeth. Wij moeten er dus voor zorgen dat God door ons zo erg zichtbaar is dat mensen kunnen genieten van de genade en dus ook vreugde kunnen ervaren. En dan is er nog iets heel belangrijks wat opvalt. Maria had dus net heel groot nieuws gehoord. Zij zou de moeder van God zijn en in plaats van die trots te delen met de mensen, ging zij eigenlijk direct weg voor de menselijke glorie en prijs. Ze was niet op zoek om het nieuws aan anderen te verkondigen. En dat is ook heel mooi, want we zien dat in het dienen, degene die zichzelf verlaagt tot een dienaar voor anderen, die zal door God geprezen worden. Want wat staat er in Lucas 1, 42? Dit zegt Elisabeth tegen Maria en zij riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? We moeten ons even realiseren dat Elisabeth een oude vrouw is en Maria eigenlijk een heel jonge vrouw is. En Elisabeth zegt hier, gezegend ben je onder de vrouwen. Dus zij verhoogt Maria nadat Maria zichzelf had verlaagd tot een dienaar om Elisabeth te dienen. En dat doet me ook gelijk denken aan de vers die zegt, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Dus als je jezelf inzet voor anderen, zal je verhoogd worden en geprezen worden door God. Komen we aan bij Maria's lofzang. En die is heel mooi. Die wil ik even samen met jullie doornemen. Een paar versen ook uitlichten. Er staat bijvoorbeeld in, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Waarom? Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Verder lezen wij, hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd.
Hongerigen heeft hij met de goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. We zien hier dat Maria eigenlijk enorm dankbaar is voor de gaven die zij ontvangen heeft. In plaats van haar glorie te delen met de mensen om haar heen, koos zij ervoor om dat om te bouwen in dankzegging naar God. En soms vergeten wij dat. Als wij eerlijk met onszelf zijn, soms vergeten wij dat. Als wij net heel mooi nieuws hebben gehad, of als wij net een hele mooie gave van God hebben gehad, dan focussen wij ons op die gave, genieten wij van die gave. En dat is niet verkeerd, maar we moeten niet vergeten om God op nummer 1 te zetten en dus ook dankzegging naar God uit te spreken. Maria deed dus het omgekeerde van wat de normale reactie van de mens zou zijn. Zij vergat al die glorie en zij koos ervoor om God te bedanken voor die glorie. En dan komen we aan bij de laatste vers van het evangelie van de derde zondag van Kjerk in Lucas 1, 56. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. Ze bleef 3 maanden bij Elisabeth. Als zwangere vrouw 3 maanden inzetten voor een ander vergt enorm veel moeite. Maar dat laat ook zien dat zij dat niet deed uit beleefdheid om maar gezien te worden door de anderen of puur Elisabeth even te steunen. Ze was er 3 maanden, dag in, dag uit voor Elisabeth om alleen maar haar te dienen. En dat moeten wij ook niet vergeten in het dienen. We moeten nooit dienen met de intentie om het te laten zien aan anderen of puur omdat het moet. Nee, we moeten ons hart en ziel volledig inzetten voor het dienen voor andere mensen. Want dat is uiteindelijk ook ons doel hier op aarde. Stap voor stap komen we dichter bij de geboorte van Jezus. In de eerste week zagen wij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. De tweede week zien we de aankondiging van Jezus Christus zelf. In de derde week is Maria als zwangere vrouw naar Elisabeth gaan om haar volledig te dienen. En volgende week zullen we meer leren over de geboorte van Johannes. Tot dan.